Vanavond in de wereld van de marechaussee lopen we mee met het drugsteam op luchthaven Schiphol. Goedendag meneer, wil even in uw bagage kijken als u even mee wilt lopen? Wat heeft deze man te verbergen? Lopen de emoties op bij een controle op Bonaire? Senor, als u stennis gaat maken, dan is daar de poort. Dan breng ik u weg, want u mag hier niet zijn momenteel. En in Rotterdam moet iemand nog een celstraf uitzitten. Ik heb net CIB gebeld, maar die zeggen dat de zaak is afgesloten. En dat de officier van justitie heeft de straf omgezet naar 2000 celstraf. Welkom bij de wereld van de marechaussee. De Koninklijke Marechaussee is een gendarmeriekorps, wat inhoudt een politieorganisatie met militaire status. De marechaussee, afgekort ook wel de KMAR genoemd, waakt over de veiligheid van onze staat, in Nederland en ver daarbuiten. In deze serie focussen wij ons op de grensbewaking en politietaak in zowel Nederland als het Caribisch gebied. Maar wat houdt dat in? En tegen welke zaken lopen zij aan? Dat laten we zien in de wereld van de marechaussee. We beginnen deze aflevering in de Haarlemmermeer. Daar ligt namelijk onze drukste luchthaven van het land. We zijn vandaag op Schiphol en jullie lopen vandaag mee met het drugsteam van de Koninklijke Marechaussee. Grofweg gezien zijn wij hier voor de bestrijding en de opsporing van grensoverschrijdende drugscriminaliteit. Oftewel de uiteraard illegale in- en uitvoer van verdovende middelen in de passagiersstroom. Het hele proces van drugsbestrijding dat begint eigenlijk meteen met misschien wel de moeilijkste stap. En dat is het onderkennen van onze verdachten. Verdachten van drugsmokkel. Dus denk aan bolletjeslikkers, aan koeriers, aan bodypackers. Nou, dat is soms zoeken naar een speld in een hooiberg. Als je ervan uitgaat dat Schiphol op drukke dagen 200.000 tot 250.000 passagiers per dag kan verwerken. Daar zijn we gelukkig wel weer goed in geworden. Dat komt onder andere door onze nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de douane. Ja, want de douane gaat over de goederen die ons land inkomen. En daar wordt streng op gecontroleerd. In de bagagekelder van de luchthaven worden de koffers uit risicolanden onderworpen aan uitgebreide controles. We zijn nu in een heel ander gedeelte van Schiphol. De wereld van de bagagekelder. Hier zou je als normale passagier ook eigenlijk nooit komen. Ja, en hier controleert de douane de bagage van de passagiers op aanwezigheid van onder andere verdovende middelen. Dat kunnen ze doen door middel van een scan of met behulp van de hond. Deze koffer is afkomstig vanuit Suriname. Haal ik de koffer even leeg. En dan gaan we even goed kijken of we ergens iets vinden wat er niet hoort. En als hij goed is, dan gaat hij er weer op met een briefje dat hij gecontroleerd is voor de passagier. Ja, en als we wel wat vinden, wat af en toe het geval is, dan is het foute boel. Nou, en eigenlijk, ja, we kijken goed, we ruiken. We scannen het soms nog een keer. Nou, dit ziet er goed uit, dus daar zijn geen bijzonderheden mee. Heel af en toe zit het nog wel eens in de kleding geïmpregneerd. Zoals een kledingstuk zwaarder aanvoelt of dikker aanvoelt. Dus kleding moeten we ook altijd even goed controleren. Vooral van de Suriname zien we heel veel voedsel. Daar wordt het wel veel in gevonden, zowel in de koffer als tussen voedsel in. Wijn uit Suriname, dat komt niet vaak voor. Dan gaan we eerst kijken of het daadwerkelijk cocaïne is, want dat is natuurlijk nog wel de vraag. Vaak weten we wel hoe laat het is, maar ja, om dat met zekerheid kunnen zeggen, moet het wel getest worden. Ja, maar als het echt vloeibare cocaïne zou zijn, dan sla je echt op het roken. De wijn is gecontroleerd. Het is loos alarm. Nou, op het moment dat de douane iets aantreft in de koffer, dus verdovende middelen, dan worden wij gebeld en dan nemen wij het proces eigenlijk over. Dus dan stellen wij daar een actie op in, want wij willen natuurlijk weten wie de koffer komt ophalen, waar die koffer naartoe gaat. Nou, dat proces dat gebeurt hierboven in de aankomsthallen. Wij sturen ook onze eigen teams aan om hier in de aankomsthal te gaan kijken naar het verdachte gedrag van afhalers bijvoorbeeld, die de mensen van die vlucht afkomen aan. De marechaussee is op de luchthaven zichtbaar aanwezig, maar het drugsteam werkt voornamelijk undercover. Zij observeren tussen de reizigers en slaan aan op afwijkend gedrag.
Het is misschien moeilijk om uit te leggen wat precies zo kenmerkend is aan een bolletjesticker. Dat moeten we misschien ook niet allemaal willen vertellen, omdat er dan degenen die dat doen, daar juist op gaan letten. Maar je kan je voorstellen dat als je uren van tevoren al bent begonnen met het slikken van soms wel 100 bollen, dat je dan helemaal vol zit. Ja, en daar krijg je toch een aantal opvallende kenmerken van mensen die al urenlang niet hebben kunnen eten, niet hebben kunnen drinken. Daar ga je niet pijn van. Straks komt deze man in het vizier. Goedendag meneer, waar komt u reis vandaan? Curaçao. Ik wil even uw bagage kijken, als u even mee wilt lopen. Op vakantie. Er is een persoon opgevallen die wat verdacht gedrag vertoonde. Mag daar plaatsnemen? Heeft hij wat te verbergen? Door naar Rotterdam, The Hague Airport, zoals de luchthaven officieel heet. Daar houdt de marechaussee vandaag een grootscheepse verkeerscontrole. Zij doen dit niet alleen, maar in samenwerking met andere partners. Zou ik de legitimatiebewijs van de bestuurder mogen? Zoals je hier achter mij ziet, is er een hele grote straat ingericht. En er rijden verschillende motoragenten rond om auto's te selecteren die hier naar de controlestraat komen. We zijn bezig met de controle van wapens en munitie. Ja. En we willen graag in uw voertuig kijken. Allereerst doen wij deze controle ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van de luchthaven. We're looking for weapons and munition. Do you have anything in your car? No, nothing. Tijdens deze controle werkt de marechaussee samen met het Openbaar Ministerie, de douane, de politie, de gemeente, de Belastingdienst, het UWV en het RIEK. Tijdens deze controle wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde technieken. Zo kunnen verborgen ruimtes in voertuigen met dit apparaat worden opgespoord. Zouden jullie allemaal kunnen uitstappen en bij een goede tafeltje kunnen staan? Ja, natuurlijk. Dan gaan we even in het voertuig kijken. Smokkelaars worden steeds vindingrijker en gaan steeds verder om toch mensen of goederen als wapens ongezien te vervoeren. Nou, wat we de laatste decennia hebben gezien is dat criminaliteitsvormen steeds creatiever worden. En dat dwingt ons ook om samen te werken. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars expertise. En dit zorgt ervoor dat wij slagkrachtiger zijn in de strijd tegen ondermijning. In deze auto een tasje met behoorlijk wat cash. Dit kan duiden op illegale handel of zwart geld. Ik heb net ook wat cash geld. €1,000 had ik net ook, maar daar doe ik niks mee. Buitenland. Het bedrag is minder dan €10.000. En dus wordt dat niet verder uitgezocht. Minimaal 10.000? Verderop landt een privévliegtuig. Ook die wordt gecontroleerd. Hallo, sir. From the police at the airport. We're doing a check on flights today for checking if you have any weapons or anything like this on board. You understand that? You're British, right? I'm Swiss. Swiss, all right. Do you have anything in the plane that is forbidden? All right. Do you mind if we take a look inside? Thank you very much. The luggage is in here. Is it possible for you to open? I have to take it out anyway. Ah, okay. Deze Cessna uit Zwitserland wordt grondig geïnspecteerd. Alles is in orde. De piloot mag hem daarna zelf inparkeren. Terug op de controleplek deze auto. De bestuurder heeft nog wat unfinished business met justitie. Meneer is binnengebracht door een van onze motorrijders. Op dat moment vragen wij meneer om zijn documentatie. Bij navraag in het politionele systeem bleek dat meneer nog een gevangenisstraf open had staan. Meneer gaf zelf aan dat hij wat geregeld had met de reclassering. Bij navraag bij de officier van justitie bleek dat de officier van justitie de taakstraf had omgezet naar een gevangenisstraf. En de reclassering wist niks van die afspraak af. Ja, ik heb zelf al gebeld, maar de signalering is gewoon actief. Dus je moet me nog mij laten. Sorry? De signalering is gewoon actief. Ja, maar, dat is waar we zeggen in het hoogberoep van ben. CIB is waar we zeggen bezig mee. Ik heb net CIB gebeld, maar die zeggen dat de zaak is afgesloten. En dat de officier van justitie heeft de straf omgezet naar 2 dagen celstraf.
Dus helaas, ik kan er ook niks meer aan doen. Dus mag ik zelf mijn collega aanrijden. Dan gaan we met je mee naar onze brigade. Ik ga wat formulieren opmaken. En dan gaan we overbrengen naar het politiebureau Doelwaard. En daar wordt u dan opgehaald om ergens een straf uit te zetten. Yes? Right. Nou, door de rechter is meneer een taakstraf opgelegd. Die heeft hij niet volbracht. De officier heeft daarom de taakstraf omgezet naar een gevangenisstraf. De bestuurder belt zijn advocaat in een poging onder de straf uit te komen. Goedendag. Ja, meneer, ik heb dat nagevraagd bij het CIB. En die vertellen mij dat die zaak is afgesloten en dat de officier van justitie zijn taakstraf heeft omgezet. Dus dat is het laatste wat ermee gedaan is. En zo is de situatie niet. Dus wij kunnen niet anders dan hem meenemen. Dat is niet wat CIB zegt, meneer. Dus wij gaan hem gewoon meenemen, helaas. Oké, is goed. Dan zien we zo. Tot zo. Doei, doei. Ja, van achter die Amarok rijden. Yes? Daarom hebben wij meneer aangehouden en is hij onder begeleiding van onze collega's meegegaan naar onze brigade. Meneer gaat onder begeleiding naar de brigade. Daarna zal hij direct in hechtenis worden genomen. Door naar het Caribische Bonaire. Het eiland ligt op zo'n 70 kilometer voor de kust van Venezuela en is een bijzondere gemeente van Nederland. Ook daar heeft de marechaussee de taak de grenzen te bewaken. En aangezien iedereen arriveert per vliegtuig of boot, zijn de luchthaven en de vele havens locaties waar de marechaussee veelvuldig te vinden is. In de hoofdstad, Kralendijk, arriveert een boot die gecontroleerd gaat worden. De boot staat niet geregistreerd en wordt gezien als verdacht. We gaan een visvaartuig afkomstig uit Curaçao controleren. Deze boot die staat op ons lijstje van vaartuigen die we in de gaten moeten houden. En zojuist heeft de kustwacht gemeld, kustwachtstation op Curaçao, dat betreffende boot richting Bonaire kwam. Onze collega's van de kustwacht hebben de boot op zee aangesproken en die hebben hem nu meegenomen naar de pier hier. En we gaan hier op de pier een controle doen van het vaartuig en de persoon aan boord. De marechaussee houdt samen met de Coast Guard en douane goed in de gaten wat er op de wateren rondom het eiland gebeurt. Als boten vreemde locaties aandoen, afwijkende vaarbewegingen maken of een ontbrekend registratienummer hebben, komen ze in het vizier. De sfeer is ontspannen, tot een onbekend persoon zich meldt aan de pier. Meneer, meneer, Señor, er is niks aan. We doen gewoon een controle even van de boot en de persoon aan boord. Ja? Er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven. Oké, we doen even onze controle. Geen probleem. Señor, als u stennis gaat maken, dan is daar de poort. Dan breng ik u weg, want u mag hier niet zijn momenteel. Wat wilt u? U blijft hier en u houdt u rustig of u gaat buiten de poort. Heeft u dat begrepen? Gaat, ja? Señor. Is iets wat hier vaak gebeurt, is dat als je een controle doet, ook in het verkeer, dan heb je heel gauw mensen erbij. Er wordt gebeld van, nou, we worden meegenomen in dit geval door de kustwacht. En dan heb je heel snel volk erbij wat je er eigenlijk niet bij wil hebben. En we hebben hier gelukkig een afgesloten pier, dus we sturen deze meneer nu terug naar de uitgang. Een beetje vreemd wel dat hij is toegelaten door de bewaker. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal. Meneer is vriendelijk, doch dwingend verzocht de pier te verlaten. De controle kan beginnen. Eerst de papieren van de vissers. Die zijn in orde. De douane gaat zometeen de boot op, ook met een drugshond. Om te kijken wat er aan boord is. Straks mag deze jongen zijn voetbaldroom najagen bij een Spaanse club. Bij welke club?
Club Atlético Dos Hermanas. De emoties lopen hoog op. Maar nu eerst terug naar het Caribisch gebied. Op Bonaire is de marechaussee bezig met de controle van deze vissersboot die als verdacht staat aangemerkt. We gaan een visvaartuig afkomstig uit Curaçao controleren. Voor die controle goed en wel kon beginnen, een onbekende man die voor onrust zorgt. Senor, als u stennis gaat maken, dan is daar de poort. Dan breng ik u weg, want u mag hier niet zijn momenteel. Onder protest vertrekt de man. De controle kan starten. Ja, deze twee. De vissersboot kwam op de radar nadat bleek dat hij niet geregistreerd stond op Bonaire, maar wel meerdere keren in korte tijd is gezien. De boot gaat binnenste buiten. Alles wordt gecontroleerd. Er werd niks vreemds aangetroffen. We hebben een kleine hoeveelheid wiet gezien in een tas, maar dat is eigen gebruik. Daar gaan we nog redelijk soepel mee om. Voor wat betreft de goederen lijkt het goed te zitten. Wachtmeester Frank wil wel een verklaring voor het afwijkende gedrag van de boot. De vorige keer dat u bent u hier gekomen vanuit Curaçao met de Kisha. Dossiman Pasa? Ja. Dat was toen mijn vader. Je vader was dat? Ja, ja. Oké, wij hebben geen registratie van de inklaring van die keer. Is uw vader gekomen met die boot uit Curaçao? Ja. Maar hij is niet ingeklaard bij het douanekantoor. Voor alles geregeld. Ja. Alleen, er waren papieren en zo dat we moeten regelen. Dat we moeten die boot hier inschrijven. Weet je, we moeten uitschrijven. Ja. Gisteren ben ik daar gebleven. Curaçao, ja. Ja, ik ben daar gebleven 1 dag. Zit. Om die papieren om uitschrijven van ja. Curaçao, omdat die boot... Mijn vader heeft die boot gekocht en ja. Ja, we moeten hier registreren. Ah, wel, bon. Oké, okay, ja. Op die manier. Ja, ja. Bon. Oké, okay, maar het is de bedoeling dat elke keer als je weggaat hier. Ja, ja, dat weet ik. Dat uit weet, bij dat, ons. Ik ja? Weet, ja, okay. Dat weet ik. Okay, ja, maar ja, toen van die problemen in die boot te zeggen, hup, we kunnen niet naar hier, want nee, dat duurt nee. Lang, weet je. Maar dan kun je altijd even bellen ja. Met het havenkantoor. Dan weten wij in ieder geval dat jij naar buiten bent. Want stel dat ja, iets... iets gebeurt, ja, ik weet, ik weet je? Wat je bedoelt. Want dan heb je hun nodig, hè? En ja, ja, ons. Ja, dan komen we je halen. Weet, ja. Weet, bon? Weet, bon? Dus je komt straks dan inklaren met deze persoon ja. Allemaal? Ja. Na overleg met de schipper is duidelijk wat er aan de hand is. Voor onze informatie is goed om te weten dat iemand dus, die meneer die hier net stond, die oudere man, het is de vader van een van die jongens, die heeft deze boot gekocht op Curaçao. Die man die woont hier en die boot die gaat hier dus ook geregistreerd worden. En die moet ook worden ingevoerd. Dus wij vroegen ons af van wat doet die boot hier elke keer. Maar dat is dus nu duidelijk geworden dat die boot is gekocht en dat die hier blijft. En we weten in ieder geval wie er aan boord zitten nu. En wat ze vervoerd hebben. Tot slot nog een bezoekje van de drugshond. Er worden geen drugs aangetroffen. Wel is er sprake van een klein vergrijp. Verder hebben ze een paar potten verf. Die hebben ze gekocht op Curaçao. En die moeten hier ingevoerd worden. Dan moeten ze, wat bij ons BTW heet, dat heet hier ABB, moeten ze betalen over die potten verf dan. Dat wel. Op een klein dingetje na is alles in orde. Wat wel duidelijk wordt, is dat alles op zee scherp in de gaten wordt gehouden. Terug naar Schiphol, waar we een kijkje krijgen in de keuken van het drugsteam. Dit team werkt undercover. Waar de douane de bagage controleert, controleert de marechaussee personen. Observanten in burger van het drugsteam hebben een man in het vizier die opvalt vanwege zijn wat nerveuze gedrag. De douane besluit de man aan te spreken. Goedendag meneer, waar komt uw reis vandaan? Curaçao, ik wil even in uw bagage kijken. Als u even mee wilt lopen? Ja, op vakantie. Op vakantie. Er is een persoon opgevallen die wat verdacht gedrag vertoonde. Die persoon zijn we eigenlijk een tijdje gevolgd. Nou, dat hebben we als tip doorgegeven aan de douane. En deze is nu hier achter ons staande gehouden.
Dus uw vriend is 4 dagen geweest en u bent 6 dagen geweest? Ja, hij was. Ja. En heeft u zelf uw ticket betaald naar Curaçao? Ja. En heeft u nog het adres van waar u verbleven bent in Curaçao? Ja, dat stond op een briefje, maar... Op het moment dat de douane een verdachte aanhoudt, dan wordt die overgedragen aan ons. Dan nemen wij hem mee. En dan komt onze hulpofficier van justitie in beeld. Die gaat de verdachte dan voorgeleiden. En eigenlijk hem een, nou ja, laat maar zeggen, unieke keuze aanbieden door vrijwel meteen zijn onschuld te kunnen aantonen. Nou, dat doen we door de verdachte de mogelijkheid te bieden om onder een CT-scan te gaan. En op die manier kunnen we, zeg maar, in het lichaam van de verdachte kijken om uit te sluiten dat iemand verdovende middelen in zijn lichaam meedraagt. De verdachte werkt mee aan een scan. En dan wordt al snel duidelijk dat het hier om een bolletjeslikker gaat. De röntgenafbeeldingen laten de bolletjes zien. Op de CT-scan wordt het helemaal duidelijk. Mocht iemand de scan weigeren, om wat voor reden dan ook, dan wordt deze persoon alsnog in verzekering gesteld. Overgebracht naar het justitieel centrum Schiphol. Die komt dan op een slikkersafdeling vast te zitten. En daar moet de persoon eigenlijk gaan produceren. Dus dat houdt in dat diegene moet gaan poepen. Tot wel 3 keer aan toe met tussenposes van minimaal 8 uur. Nou, dat kan je voorstellen. En op die manier kan iemand ook zijn onschuld aantonen of niet. Op het slikkerstoilet valt ook deze verdachte snel door de mand. Ja, het zijn niet alleen de bolletjes slikkers die wij hier zien, inderdaad. Nou, hier aan de muur hangen toevallig een aantal voorbeelden van mensen die andere oplossingen hebben bedacht. Nou, zo kennen we hier de duwersbol. Dus deze worden vaginaal ingebracht. Hier zien we bijvoorbeeld iemand die cocaïne had verwerkt in zijn eigen gips. Hier een foto van iemand die het had verwerkt in de dreadlocks. Nou, het wordt ook nog wel eens verstopt, zoals hier in een gitaarkist of hier in tussen de snoep. Nou, er zijn genoeg manieren te bedenken. De bolletjes die in de ontlasting zitten worden via een speciaal reinigingssysteem gespoeld. Daarna kunnen ze verder onderzocht worden. Op het moment dat iemand is vast komen te zitten hier, dan gaan wij verder onderzoek doen naar die specifieke situatie. Dus waar komt het spul vandaan? Is er een opdrachtgever, et cetera, et cetera. Tot die tijd blijft diegene ook vastzitten. Gaan wij een dossier opmaken. Nou, die dragen wij over aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie gaat de verdachte dan verder vervolgen. En dan zal er waarschijnlijk een hechtenis op volgen. Welke straf een bolletjeslikker exact krijgt, hangt af van de situatie en of iemand een recidivist is. Terug naar Rotterdam, waar de marechaussee vandaag groots uitpakt. Samen met diverse partners als de politie, douane, belastingdienst en de gemeente Rotterdam worden auto's van de weg gehaald en gecontroleerd. Ik heb net ook wat besteld. Maar hij is er al net ook. De signalering is gewoon actief, dus je moet me nog mij lassen. Sorry? De signalering is gewoon actief. Of je justitie heeft de straf omgezet naar 2 dagen celstraf. Wij zijn eigenlijk geïnteresseerd in alles wat onze veiligheid en integriteit op de luchthaven kan schaden. Nou, dan kun je denken aan geldmeldingen als het gaat om financieel-economische criminaliteit, maar ook als het gaat om wapens en munitie of verdovende middelen. Dan deze auto. De bestuurder heeft geen rijbewijs, blijkt al snel. En dat is niet de eerste keer. Artikel 9, rijden zonder rijbewijs. 4e keer sinds september, wat ik begreep. Hardleers. De bestuurder heeft blijkbaar lak aan de Nederlandse wetgeving. Het ontbrekende rijbewijs is niet het enige. Deze auto is de controle ingestuurd. Nou, de bestuurder bleek al voor de 5e keer te rijden zonder rijbewijs. Tevens was het voertuig niet verzekerd. Op basis daarvan nemen wij het voertuig in beslag. Het is niet onze primaire doelstelling waarom wij hier vandaag staan. Maar het is een bijvangst. En betreft het aan, dus we moeten er wat mee. Omdat de man een burger is en geen militair, neemt de politie deze zaak over. Dat is dus het mooie van het integraal optreden. Zo gaat iedere partner op basis van zijn of haar eigen bevoegdheden vragen stellen aan de bestuurder. Voor ons, voor de marechaussee, zijn dat voornamelijk wel bijzonderheden als het gaat om de wet wapens en munitie. Een stukje verdovende middelen, wat voor de douane ook weer heel erg interessant is.
Voor de Belastingdienst zijn dat weer openstaande schulden. Als hier privéjets vliegen waarvan het verklaarbaar vermogen niet kan worden aangetoond. Ja, dat zijn voor deze partijen die hier achter mij staan ontzettend interessante zaken om daarop door te pakken. Naast voertuigen worden ook privévliegtuigen vandaag extra gecontroleerd. Morning. Just arrived. Oh, je is in Nederland. Kijk, super. Nou, we doen een controle uitvoeren op wapens en munitie. En daar is uw vlucht uitgefloten. Alles is in orde. Dat geldt niet op de controlelocatie voor dit voertuig. Loop ik even naar binnen met documenten en dan gaan de collega's even het voertuig zoeken. De dure SUV wordt in beslag genomen. De bestuurder mag zich melden bij de Belastingdienst. Daarnaast is zojuist een voertuig binnengebracht waarvan de eigenaarhouder ruim 3,5 ton aan belastingschuld open heeft staan. En de bestuurder van het voertuig 13.000. De Belastingdienst gaat nu verder onderzoek doen in verband met het treffen van de regeling. Deze dure bolide zal hij voorlopig niet meer besturen, zo lijkt het. Terug naar Schiphol, naar de paspoortcontrole. Dagelijks arriveren en vertrekken tienduizenden mensen. En in de vakantietijd kunnen die aantallen oplopen tot honderdduizenden per dag. Hi, where are you going to? Thank you. Have a nice day. Het is van belang dat een ieder gecontroleerd wordt om illegaliteit en mensensmokkel te bestrijden. We staan nu op een van de transitposten van de luchthaven, dus dat betekent aankomst Schengen. Dat zijn mensen die van een derde landbestemming, bijvoorbeeld Amerika, landen op Amsterdam Schiphol. Vanuit daaruit vliegen ze door naar een EER-bestemming, dus dat houdt in Europese Economische Ruimte, of Zwitserland. En daar doen wij de paspoortcontrole voor. Thank you. Also to Spain? Also to Spain? Okay. Vanuit Bogota is deze jongeman op doorreis naar Spanje. Vanwege de grote armoede in veel Zuid-Amerikaanse landen proberen reizigers vandaar met een drogreden Spanje te bereiken om vervolgens in de illegaliteit te verdwijnen. Aan de reden van deze Colombiaanse jongen wordt getwijfeld en dus gaat Martijn met hem het gesprek aan. Hij zou gescout zijn door een Spaanse voetbalclub. Op de speaker een Spaanse tolk. Waar is meneer op dit moment nou onderweg? Sevilla, España. Oké, en wat gaat hij daar doen? Presentar unas pruebas de fútbol. Bij welke club? ¿Qué equipo? Club Atlético Dos Hermanas. En hoe lang gaat hij in Spanje verblijven? ¿Cuánto tiempo va a quedarse en España? Un mes. Een maand. Om een maand te verblijven moet hij voldoen aan bepaalde richtlijnen, zoals voldoende geld hebben. Met alle Europese lidstaten hebben we afgesproken dat wij richtbedragen aanhouden en elk land heeft zijn eigen richtbedrag. Als we bijvoorbeeld naar Spanje op dit moment kijken, die hebben een richtbedrag van 100 euro per dag. Met een minimum van 900 euro wat je bij je moet hebben. Hoeveel geld heeft meneer bij zich? Llevo exactamente 735 euros. 735 euro. En dat is voor een maand niet voldoende. Wel toont de jongeman papieren van de Spaanse club. Op die uitnodigingsbrief is zo'n telefoonnummer op als zijnde contact. De jongeman mag in de hal even wachten. Martijn besluit vervolgens wat nummers te gaan bellen en begint bij de voorzitter van de club. Ja. Door naar het volgende nummer, dat van een scout. Johan Camilo está dirigiéndose a España. ¿Qué va a hacer en España? Quiero una prueba de fútbol. Hij komt hier proefdraaien om te voetballen. Een scout weet van zijn komst. Martijn belt nu nog met de hoofdtrainer van de club. Deze jongen heb ik nu hier op de luchthaven zitten en hij zegt dat hij nu naar zijn toe onderweg is. Klopt dat? Hombre, yo no sabía. Yo creía que no iba a venir al final, pero es que no lo sé. No, pues ya no hemos estado más en contacto con él desde que se fue. Hij zegt, nou, dat wist ik niet. Ik dacht dat hij pas weer op het einde zou komen. Veel te weinig geld op zak en bij de voetbalclub waar hij op stage zou gaan is het ook onduidelijk. Iemand die zegt scout te zijn bevestigt zijn komst, maar de hoofdverantwoordelijke is niet op de hoogte. Wat nu? Ik ga een goed woordje doen bij de chef immigratie, maar dat is al meer dat ik mijn bevindingen ga vertellen tegen hem. Ja, wat uit het verhaal is gekomen, meer kan ik ook niet doen. Stel dat meneer geweigerd wordt, wat zou zijn gevoel dan zijn dat hij terug naar Colombia moet? Mucha frustración, porque la verdad, pues yo voy con un sueño, voy con una meta.
La verdad sentiría mucha desilusión, mucha frustración, porque pues mi mamá, la verdad eso sería muy duro. Nou, hij zegt, ja, dat zou dan een hard gelag worden, zeg maar. En voor zijn moeder, voor de hele familie eigenlijk. En een grote desillusie, heel veel frustratie, zegt hij. Ja, want dan valt mijn droom en de doelstelling die ik mezelf gesteld had, helemaal in duigen. De jonge man legt uit hoe belangrijk deze stage is en raakt geëmotioneerd. Straks, op Curaçao heeft deze bestuurder wat uit te leggen. Heb je nog een andere of niet? Nee? Die heb ik niet. Nee? Ja, dat is niet voor mij daarom. Maar eerst terug naar Schiphol, waar een Colombiaanse jongeman hoopt door te reizen naar Spanje voor een voetbalstage. Hij heeft volgens de Spaanse richtlijnen te weinig geld in zijn bezit. Hoeveel geld heeft meneer bij zich? Jawel. Exactamente 735 euro's. Met alle Europese lidstaten hebben we afgesproken dat wij richtbedragen aanhouden. En elk land heeft zijn eigen richtbedrag. Als we bijvoorbeeld naar Spanje op dit moment kijken, die hebben een richtbedrag van 100 euro per dag. Dat zou betekenen dat meneer 3000 euro bij zich moet hebben. Dus dat was eigenlijk te weinig. Als Martijn contact zoekt met de betreffende club, zijn er tegenstrijdige berichten over zijn komst. Hombre, yo no sabía. Yo creía que... Hij zegt, nou, dat wist ik niet. De emotionele jonge man komt oprecht over. En deze stage is voor hem een droom die uitkomt. Martijn belt met zijn leidinggevende voor overleg. Rinus, mag ik bij jou een casus voorleggen? Tuurlijk. Mooi. Ik zit op Aakbesheng, hè? En ik heb een Colombiaanse jonge man. De beste jongen gaat een maand verblijven. Hij heeft 735 euro in contanten bij zich. Dat is wel iets kort. Ja, ietsjes maar. Hij heeft een uitnodigingsbrief voor een voetbalclub in de vierde divisie van Spanje. Daar staat een vicepresident op die dit geregeld heeft. Dat nummer kan ik niet bereiken, maar... Door verder onderzoek te hebben gedaan, heb ik de hoofdtrainer van het eerste elftal daar gesproken. Die wist niet dat hij weer terugkwam, want hij zegt hij is hier al een keer 3 maanden geweest. Er zit een jonge man in Spanje die als een soort zaakwaarnemer voor hem speelt, zeg maar. Die, waar hij gaat slapen en waar hij eten van krijgt. Dus ja, ik heb hier een jonge man zitten die heel emotioneel is. Die ziet zijn voetbalcarrière in duigen vallen. Maar ja, hij komt 2300 euro tekort, of 2200 euro. En, ja, oké, maar die zaakwaarnemer, de geld heeft hij natuurlijk niet nodig. Hè. Als we 735 euro kunnen natuurlijk wel maand eten in Spanje. Kijk, luister, dat jong daar gaat voetballen, durf ik heus wel te zeggen. En ik geloof ook echt wel dat het een voetballetje is. Dat geloof ik wel. Ja. Alleen, aan de andere kant, ja, weet je, als ik niet officieel bevestiging van die club krijg... Ja, die trainer die zegt, ja, het is leuk als hij weer komt. Ja, maar dat is niet officieel van, ja, hey, luister, hij komt weer. Kijk, aan de andere kant, kijk, die jongen die heeft, dat wordt ook bevestigd, hij heeft een bed. En die kan er slapen. Ja. En eten krijgt hij ook van die man. Het lot is beslecht. Niet alles is op orde, maar het totaalplaatje is nou ook weer niet heel verontrustend. Het hele onderzoek gedraaid te hebben... contact gelegd met onze dienstdoende hoofddoorlaappost. Die neemt het eindbesluit in zulke zaken. Of het een toegangsweigering wordt of dat betrokken alsnog voldoet aan de voorwaarden en naar binnen mag. En daar een langs gesprek mee gehad. We hebben denk ik wel een kwartier, 20 minuten met elkaar geconverseerd erover en alle plusjes en minnetjes tegen elkaar aangelegd. Ik heb echt heel lang overleg gehad met de hoofdimmigratie van de grensbewaking hier. En we zijn wel tot een besluit gekomen. Bueno, ella está hablando y debatiendo el caso de usted muy largo y extensamente con el jefe de inmigración. Y entre los dos hemos llegado a una decisión. Dat gaat hem blij maken, want we gaan hem wel doorsturen. Bueno, eso voy a hacer, o se va a poner contento porque puede continuar el viaje a España. Gracias. We hebben toch ervoor gekozen om meneer naar binnen te laten gaan. En dat hij toch, ondanks dat er een x-aantal facetten misschien wat minder waren in zijn verhaal... en dat hij één puntje van de toegangsvoorwaarden niet voldoende had...
zijn we toch op de humane manier met de hele zaak omgegaan en hebben wij toch ervoor gekozen om meneer naar Spanje te laten afreizen. De Colombiaanse jongen krijgt zijn stempels en mag zijn droom gaan najagen in Spanje. In het onderzoek wat wij doen sparen wij plusjes en minnetjes. Plusjes zijn natuurlijk dingen waar wij op aanslaan. Dat kan positief zijn of negatief zijn. En de minnetjes zijn echt dingen die echt finaal mis zijn. In deze zaak had meneer meer positieve plusjes dan de negatieve minnetjes waar we echt wat mee konden. En vanuit daaruit hebben we meneer ook voldoende geacht om richting Spanje af te reizen. Eind goed, al goed. Over 20 minuten vertrekt zijn vlucht. Door naar het zonnige Curaçao. Het eiland ligt op 70 kilometer voor de kust van Venezuela en is een populair vakantieoord voor veel Nederlanders. Ook hier is de marechaussee actief. Op het eiland bevinden zich twee kazernes, Parera en Suffisant. Het is nog vroeg in de ochtend als de marechaussee bij die laatste kazerne een verkeerscontrole houdt. We gaan vandaag een voertuigcontrole houden. We gaan controleren op rijbewijzen. We gaan controleren op motorrijtuigenbelasting, of die is betaald. We gaan kijken of de voertuigen verzekerd zijn en of ze gekeurd zijn. Hier op Curaçao schort het daar nog wel eens aan. Bon. Helemaal goed. Oké, Felicia. Heb je voor mij rij- en kentekenbewijs? Kijk, die stickers zitten nog aan. De motorrijtuigenbelasting. Je kan het vaak zien aan de stickers die op de ramen staan. Het jaartal staat er dan op waarover belasting is betaald. We hebben van de week al een rondje gedaan over de kazerne. Toen zagen we eigenlijk al dat een hele hoop stickers nog van vorig jaar waren. Tot nu toe heeft iedereen zijn zaakjes goed op orde. Maar daar komt nu een einde aan. Buen dia. Buen siman. Hey, we zijn bezig met een verkeerscontrole. En ik zou graag jullie autopapieren en rijbewijs willen zien. Ja, dankjewel. Dat is lang geleden. Deze. Heb je nog een andere, of niet? Nee. Nee? Dit is de keuringskaart. Dit is de keuringskaart, hè? Ja. En voor de belasting? Die heb ik niet. Nee? Die auto is niet van mij, daarom. Die auto is niet van jou? Van wie is die auto? Van de vriend van mij. En hoe heet die? Ik heb een collega, Oké. Goed, omdat er geen belasting is betaald, dan krijgt u wel een OPV. Dat is een procesverbaal. Ja. Ja? Heeft u wel een verzekeringsbewijs? Ook niet. Ook niet? Helemaal niks daarin zitten? Weet je of de auto is verzekerd of niet? Nee, nog niet. Hij is niet? Niet verzekerd? Nee, niet. Oké. Je mag even je motor uitzetten. Momentje, dan kom ik zo bij je terug, ja? Meneer krijgt een procesverbaal. Gezien het feit dat hij zijn motorrijtuigenbelasting niet heeft betaald. En hij heeft geen verzekering op zijn auto zitten. Dus deze meneer die gaat een procesverbaal krijgen. En zijn voertuig die mag blijven staan. Terwijl Paul bezig is met de afhandeling, wordt een andere bestuurder die staande is gehouden door een collega ongeduldig. Goedemorgen. Morgen. Gaat je nog een uurtje duren, want ik moet wel werken, hè? Ja, als je betaald had, was je weg geweest. Dus, sorry? Als je betaald had, was je weg geweest. Ja, precies. Ga maar even zitten, kom zo bij je. Ik heb niet betaald. Kom maar zo aan. Ik snap dat het vervelend is dat het even duurt, je ziet wat ik al mee moet vullen, ik kan dat niet binnen 2 seconden doen. Ik heb het erop gezet dat je 2 weken de tijd hebt, maar als je niet op tijd komt, krijg je dus een bekeuring. De bekeuring bedraagt 225 naf als je niet op tijd betaalt, ja? Hey, je krijgt van mij 1 OPV. Dan mats ik je nog met de andere dingen, want jullie hadden ook allebei een autogordel niet om. Kijk, deze is voor jou. Hé, maar iets anders. Je mag niet meer verder rijden met het voertuig. Omdat het voertuig niet verzekerd is, mag je niet rijden met het voertuig.
Zij moet hier blijven staan. Dus je moet even een andere oplossing zien te vinden om naar huis te komen. Ik denk voor jou, want jij ging hem waarschijnlijk afzetten, of niet? Ja. Dus je moet even een andere oplossing vinden. Degene die eigenaar is van het voertuig, die moet hem ZSM gaan verzekeren. Zo snel mogelijk. Maar het voertuig mag niet meer rijden. Snap je dat? Veranderen. Ja, hij moet vandaag naar de verzekering. En anders wordt hij afgesleept. Dan gaat hij naar Rio Canaria, naar het politiebureau. Omdat het voertuig niet verzekerd is, kan hij ook niet meer rijden over de openbare weg. En dan is er nog maar één optie. Eigenlijk twee. Of hij gaat hem duwen, of we laten hem afslepen. Oké, okay. Wat wil je doen? Zal ik een sleper bellen? Hoeveel is dat? Dat is 300 gulden. Of we zetten hem hier even aan de kant en dan is het klaar. Dan kun je je weg vervolgen. Dan is het afgedaan. 300 gulden is een hoop geld. Dat weet ik. Nou, stap uit en duw hem even aan de zijkant. Ben je klaar. Die meneer was een beetje recalcitrant. Uiteindelijk kwam hij toch bij zinnen en dacht hij van, goed, ik kan me beter gaan duwen. Anders wordt de auto afgesleept, gaat het nog meer geld kosten. Na de nodige tegenstribbelingen besluit de bestuurder toch maar mee te werken. Met de vriendin nog aan boord wordt de auto een parkeerplek opgeduwd. Een boete die ik zojuist heb uitgeschreven, die is 400 NAF, 400 gulden. Ja, dat zijn best hoge bedragen als je maar 2500 NAF verdient. Boom. Nou, dat viel me mee, toch? Ik had hem 3 boetes kunnen geven. Uiteindelijk heb ik hem 1 gegeven. Want anders zou heel zijn maandsalaris al gelijk door doorheen gejaagd zijn. Maar weet je ook wat er kan gebeuren als een auto niet verzekerd is en je maakt een ongeval? Dan ben je de rest van je leven aan het afbetalen. Nou, ik ben blij dat je weer kan lachen. Nee, ik lach altijd. Mooi. Doe je goed. Krijg ik van jou een box? Jazeker. Goed, man. Onverzekerde auto's komen veel voor op Curaçao, helaas. Hopelijk regelt deze man snel zijn zaakjes, want het scheelt een hoop ellende en geld. Tot de volgende keer.